betekent die lijst? Wat betekent dat? Die lijst betekent simpel hoge locuswaarde. Betekent in principe dat je ze niet kunt afbreken. En is dus eigenlijk een klassering zonder dat het een klassering is. Vat in 5 zinnen samen wat jouw partij de komende 6 jaar voor het erfgoed zal doen. Voor ons is de lijst vast. Die is nu klaar. Iedereen kent die nu. We gaan die zo houden. Hoge locuswaarde, die gebouwen moeten bewaard blijven. En dat we vooral een consequent beleid over die lijst voeren, dat gaat de mensen die eigenaar zijn van het huis wel begrijpen. Er is geen andere optie. We moeten vooruit. Dat is onze visie en dat is de enige manier, denk ik, die tot resultaat kan leiden binnen 6 jaar. Een slotvraag naar meneer Van den Noten. Het Hotel de Louvre, de komende 6 jaar, wordt dat nu afgebroken of wordt het nu hersteld? Louvre wordt niet afgebroken. We gaan daar geen slopingsvergunning voor geven. En de eigenaar weet dat en wij wachten tot er initiatieven komen. En vroeg of laat, men hoopt nu waarschijnlijk dat met de verkiezingen dat weer allemaal verandert of niet. We hebben dat gezien in andere steden ook. Als je gewoon geen vergunningen geeft tot slopen, gaat vroeg of later wel iets gebeuren. Nu heeft de huidige eigenaar in overleg met de stad een stedenbouwkundige vergunning gevraagd om het te slopen. Achter de heropgebouwde gevel komen dan straks 9 appartementen. We gaan daar geen slopingsvergunning voor geven. En dat we vooral een consequent beleid over die lijst voeren. Hoge locuswaarde, die gebouwen moeten bewaard blijven. Louvre wordt niet afgebroken. Louvre wordt niet afgebroken. Louvre wordt niet afgebroken.